In zijn debuut in 2002 won hij diverse prijzen. Onder meer de Popprijs, de Zilveren Harp, de Annie M. G. Schmidprijs. De laatste jaren was hij vooral in grote producties met uitgebreide bezetting te zien. Zoals met een dansopera en de tour van zijn prachtige plaat Tot ziens, Justine Keller. Dit jaar gooit hij het over een andere boeg. Hij toert met een kleine en intieme voorstelling samen met celliste zangeres Saatje van Kamp. Spinvis, Erik. Hoi. Ja, klein, met z'n tweetjes. Ja, met z'n tweetjes. Maar we doen wel heel veel op het podium. Zoals? Nou, de voorstelling heet Oogcontact van de eenzaamste soort. En morgen is de première. En voor Oogcontact heb je twee mensen nodig. Ja. Maar ook licht. Dus we bedienen het licht zelf op het podium. En dat hebben we uitgevonden. En dus het hele podium is omgebouwd tot een lichtstudio. Dus behalve alle instrumenten doen we ook al het licht. En dat is, dus je kunt licht als muziekinstrument bespelen. Zeker. Op het podium. Leuk. En oud en nieuw repertoire? Ja, klopt. Ook nieuwe liedjes. Ja, precies. Maar de fans voor de oude liedjes komen ook... De oude liedjes in een heel ander arrangement. En worden bediend. Spelen we alle instrumenten zelf. Stoer is een bas. Ja, dat is ook wel lekker. Lekker ding, toch? Ja. Hoe heet het nummer? Stefan en Lisette. Zet hem op Spinvis. Hij was een rare, hij was nogal lui. Ze was een weegschaal en was nogal mooi. Ze had een racefiets en een jongenspet. Wie was er niet verliefd nou op Lisette? Stefan schreef een boek, maar dat hebben we eigenlijk nooit geloofd. Hij las Bukowski en een jonge Proest. Hij rookte Chesterfield, hij citeerde Marx. Hij droeg zwarte Clarks. Stefan en Lisette, altijd samen maar niet echt in stijl. Zo'n soort liefde kon niet echt bestaan. Hij dronk te veel en zij was veel te fel. Het leven van Lisette was tamelijk veel en nogal verward en altijd een gebroken hart. Van weer een andere man en weer een andere man en weer een andere man, man. Zo is het ongeveer gegaan. Zo'n soort liefde kon niet echt bestaan. Contact van de eenzaamste soort, mooie naam is dat. Gaat aanstaande vrijdag in première in Amstelveen en is tot eind mei te zien in de Nederlandse en Vlaamse theaters.